Door de ongemakken die de COVID-situatie met zich meebrengt, hebben kappers zich vaker moeten bundelen om de aandacht te vragen van de regering. Ze hebben gemeend om zich nu blijvend te verenigen. Vanessa Ment, een van de vertegenwoordigers van deze organisatie in oprichting, zegt dat ook personen van andere contactberoepen zich mogen aansluiten. Alles dat wij bijvoorbeeld willen doen als het gaat om kapperswerk, opleiding, trainingen geven aan de mensen. Ja? Dus het gaat niet alleen om dit van de COVID, maar het gaat ook meer om wat we allemaal kunnen doen voor de kappers allemaal en de andere contactberoepen. De sector mag sinds maandag weer de deuren openen. Raoul Loninghing, eigenaar van kapperzaak Famous Cuts, is opgelucht. Hij heeft vandaag samen met andere collega's een bezoek gebracht aan parlementariër Edgar Sampi om hem te danken voor zijn pleidooi in de Nationale Assemblée om de kapperzaken weer open te krijgen. Wel, om eerlijk te zijn, is een hele opluchting. Na een lange schadeperiode die we hebben geleden, is het ons toch gelukt dat we medewerking hebben gehad van de desbetreffende persoon om ons weer in de gelegenheid te stellen onze deuren weer te openen voor het publiek. Ze hebben gevraagd naar de protocollen en ik heb ze dan de protocollen gegeven. En nu zal ik dan gaan informeren hoe ver het staat met het feit dat zij ook COVID-steun zouden krijgen en een aantal barbers en personen die contactberoepen uitoefenen hadden geregistreerd en tot nu toe niets hebben gehoord. Die informatie ga ik zoeken. Ik ga praten met de minister van Volksgezondheid of zij die belast zijn. Daarmee zodat zij ook die informatie kunnen krijgen. Tot zover parlementariër Edgar Sampi. Hij belooft zich te zullen inzetten om de belangen van kappers en personen uit andere contactberoepen te behartigen.